Een 26-jarige man uit Leeuwarden is met zijn auto in de sluis van Kornwerderzand gereden en verdronken. In de nacht van donderdag op vrijdag, omstreeks 13:45, reed de man, die vanuit de richting Harlingen kwam, volgens getuigen met hoge snelheid door de slagbomen van de openstaande brug. Het voertuig belandde vervolgens in het water. Via 112 werden direct de hulpdiensten gealarmeerd. Nou, we hebben om 2 uur hebben wij vanmorgen een melding gekregen dat een vrij ernstige aanrijding hier op Afsluitdijk bij de sluis in Kornwerderzand heeft plaatsgevonden. Wat we van getuigen hebben gehoord, of wat mijn collega's van getuigen hebben gehoord, is dat er een auto met hele hoge snelheid vanuit de richting Harlingen in de richting van Noord-Holland is gereden. En op dat moment was ook net de brug open. Hier 600 meter voor de brug wordt er gewaarschuwd dat de brug open is. Maar waarschijnlijk heeft de bestuurder niks gezien in verband met de dichte mist. Hij is met zeer hoge snelheid is dwars door de slagboom gereden. En terwijl de brug open stond is hij met zijn auto het water ingereden. We gaan er vooralsnog vanuit dat het om één persoon gaat die in de auto zit. Maar het zou best kunnen dat er misschien nog meerdere personen in de auto zitten. Niet alleen over de weg kwamen de hulpdiensten ter plaatse, ook 2 reddingsboten van de KNRM voeren naar de plaats van het ongeval. Duikers van de brandweer en van een bergingsbedrijf troffen in de gezonken auto het levenloze lichaam van de man aan. In de omgeving van de plaats waar de gezonken auto lag, werd nog door de duikers onderzoek gedaan naar mogelijk andere slachtoffers. Deze werden niet aangetroffen. Door het ongeluk werd de A7 van Friesland naar Noord-Holland afgesloten. Het verkeer werd door Rijkswaterstaat via de zuidelijke rijbaan voorbij de sluizen geleid, zodat men alsnog naar Noord-Holland kon rijden. Door de omleiding ontstond wel de nodige vertraging. Het bureau Verkeersongevallenanalyse stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Dit is heel bizar, dat kunt u zeggen. Ik heb het zelf in mijn politieloopbaan ook nog nooit meegemaakt, maar dit lijkt heel bizar inderdaad, ja.